De regering zal de Mennonieten die in Suriname zullen verblijven niet accommoderen. Dit bevestigde minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, Internationale Business en Internationale Samenwerking vandaag op zijn departement. De recente ontwikkelingen rond het verblijf van de Mennonieten was een van de hoofdagendapunten op de bijeenkomst met de media. Het enige wat de regering gedaan heeft, heeft aangegeven dat ze welkom zijn. En dat is het enige wat ze wilden hebben ook, dat ze welkom zijn. Ze zullen zelf moeten bepalen of die mate van welkom voor hun ook resulteert in een verblijf hier. Ten aanzien van de grondrechten, inderdaad, dat zijn precies de zaken die goed overwogen moeten worden. Deze groepen die hier zijn geweest ter voorbereiding, hebben reeds gesprekken gehad met verschillende groepen in het binnenland. En waar mogelijk zullen we ze ook faciliteren. We hebben nog geen beroep. Verzoek gehad van hun zijde, maar ik weet dat zij met verschillende kapiteins en dorpshoofden gesprekken hebben gevoerd in het binnenland, in het westen, als wel in het Brokopondo gebied. De minister wilde de onzuiverheden uit de wereld helpen rond geruchten dat de Mennonieten naar Suriname zouden komen om 30.000 hectare te ontbossen. En dat zou leiden tot onze carbonnegatieve status, dat zou verslechteren. Laat me duidelijk zijn. Wij hebben ons gecommitteerd juist om ontbossing tegen te gaan. Dus er zal geen toestemming worden gegeven om tot massale ontbossing over te gaan. Laat me daar ook duidelijk over zijn. Het gaat om agrarisch land dat reeds als agrarisch land is aangewezen. Dus het ontbossen, daar gaan we echt op letten dat dat niet onderdeel is van deze planning. Want daar, we hebben andere commitments gemaakt, ook naar ACTO toe in de afgelopen summit in Belém, dat rond 2030 wij moeten ophouden met ontbossen. Volgens Ramdin is na lang overwegen toestemming verleend aan de belanghebbende organisatie die zaken doet met de Mennonieten om 50 families in het kader van een pilotproject af te vaardigen naar Suriname. De minister zegt dat de mensen voor 3 jaar hier zullen verblijven.